Dag jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eelco Gaming. We zijn vandaag terug in Kerbal Space Program voor een nieuwe aflevering Kerbal Space Program. Juist, we gaan door. Ik heb een korte raket gebouwd, of een nieuwe raket gebouwd. Nou ja, kort is hij niet echt gebouwd. Voor ons ruimteprogramma, want Jebediah heeft afgelopen keer nieuwe onderdelen geunlocked door nieuwe science terug te brengen. En onze scientists hebben dat, die science gebruikt om de volgende onderdelen te maken. Of in ieder geval te bedenken en te ontwerpen. Een science goo container. Welke, nou ja, zoals het zo mooi omschrijft, hebben gevonden langs de snelweg. Er zitten wat spullen in, ze hebben geen idee wat het is en wat het doet. Maar het reageert. Het reageert en die reacties gaan ze kijken en testen in de ruimte en om Kerbal. Verder hebben ze een grotere tank kunnen ontwikkelen met de gegevens die ze uit de vorige vlucht hebben gehaald. En hebben ook besloten dat de raket iets langer moet worden, maar ook iets stabieler. En dat hebben ze gedaan door gebruik te maken van deze onderdelen, welke ze al kenden. Modular Grid Element Segments. Om de Solid Rocket Booster te koppelen. Dit is één grote unit die in het begin begint. Daarna hebben ze een tweede element gemaakt, want ze hebben bedacht dat alles weer terug naar beneden brengen misschien niet zo'n heel handig plan is. En ze hebben een stack decoupler gemaakt, wat ervoor zorgt dat we deze op een gegeven moment kunnen droppen. Hieronder zit een tweede motor die ervoor zorgt dat dit stuk in zijn eentje verder omhoog gebracht wordt zonder dat hij het gewicht van deze mee hoeft te nemen. En zodra dat stuk leeg is, kunnen we hem helemaal loskoppelen en kunnen we het bovenste element in zijn eentje terug laten komen. Het bovenste element draagt met zich bij wederom twee, een heel mooi vlaggetje natuurlijk, twee antennes, de goo container en onze dappere Jebediah. Ik zeg Jebediah, ik hoop dat je klaar bent. Tijd, safe om gelanceerd te worden. Throttle full. Niet dat we dat voor deze dingen nodig hebben, maar toch. En up we go. En tijd voor science. Crew report. The shores look inviting and you watch as the wave roll into the coast. We gaan een tweede luchtlaag in en we gaan hier opnieuw een crew report doen. Jebediah, durf al dat het is, bedenkt zich dat hij eigenlijk best wel een EVA wil gaan doen. Hij gaat met bijna 1000 km/u, maar zou hij die vast weten te houden? Ik hoop het. Zullen we het gaan proberen? We gaan het gewoon doen. Hij weet vast te houden. Hij gaat met 1000 km/u van de planeet af. En zit in de ruimte als eerste Kerbal ever. Ik zeg EVA report. You recorded your observation about the situation. EVA report just above Kerbin's grasslands. Nice, keep die data. En ga maar weer snel terug naar binnen voordat je hier, de boel een beetje vernachelt. Gelukkig is de hittecontainer goed bestand tegen deze hitte. Maar we hebben wel onze parachute nodig. En die gaan we dan ook snel uitdoen. Want we knetteren met een rotvaart op Kerbin af. En we willen graag die vaart een klein beetje terugdwingen. Het eentje is aan de donkere kant. We zien niet zoveel. Jebediah is echt wel heel erg happy. En 1500 meter... Kijk, dan zie je dus dat we zo meteen op ongeveer 1000 meter hoogte gaan landen. Rustig. 7 meter per seconde. Het is maar wat je rustig noemt. Land Jebediah weer terug. En wederom de tweede succesvolle missie van onze dappere astronaut Jebediah Kerman. Ik zeg, recover vessel. En hoeveel science hebben we binnengeharkt? We hebben... 33 science van de upper atmosphere... EVA report from space just above Kerbin's grassland, the mystery goof and a recovery of a vessel. Nou, deze science gaan we wederom goed gebruiken en daarmee ga ik jullie een tweede ding uitleggen, namelijk het Science Archive. Science Archives geven je een idee welke science je allemaal verzameld hebt en welke je allemaal nog kan verzamelen. In dit geval hebben we science verzameld op Kerbin. We hebben... crew reports gedaan, EVA reports, mystery goo. We hebben landed, flying low, flying high en in space low hebben we. We hebben grassland shores en de launch pad. Hebben we allemaal gehad aan biome situations en experiments. Maar
We kunnen natuurlijk ook een crew report. Een crew report op de Grassland en Shores gehad. Maar we hebben volgens mij nog geen crew report op de launchpad gehad. Oh nee, we hebben op de Grasslands hebben we nog geen crew report gehad. Zo kun je zien op welke plekken we inderdaad nog een crew report, een EVA report of een mystery goo containment report kunnen doen. En deze hebben we op nog heel veel plekken nodig. Dus die vluchten kunnen we nog vaak gaan herhalen. Deze gaan we unlocken 20 science en dan kunnen we de volgende keer extra motoren gaan unlocken, extra fuel tanks en deze dingen, de stability enhanced, want die hebben we echt hard nodig als we een grotere raket willen maken. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. We hebben weer een hoop science geunlocked voor onze Kerbals. Ik hoop dat jullie het kijken leuk vonden en volgende keer meer Kerbal Space Program hier bij Yoko Gaming. Bye bye! Oh, vergeet geen duimpje omhoog te doen.